Yo boys and girls. 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 Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls. Welkom bij alweer een nieuwe vlog. Vandaag is het dus vlog 66. En ja, let's go vlog 66. Ik ben blij dat ik tot aan vlog 66 al kan geraken. En ja, in deze vlog ga ik denk ik naar OHL gaan zien. En ja, let's go, dit is vlog 66. Het is nu dus dinsdagmiddag, geloof ik. Ja, dinsdagmiddag om 12:50. In deze vlog ga ik misschien naar OHL. Misschien ook niet, maar ja. Ik heb een pakketje besteld. Ik heb een nieuwe controller van mijn PlayStation 5 besteld. En ja, die ga ik dus ook nog in de vlog unboxen. En ja, let's go. Ik ga nu dadelijk eventjes douchen. En ja, andere kleren aandoen, want ik heb die al van gisteren aan. Dus ja, let's go. En ja, ik heb ook nog... Ergens op een toernooi heb ik hier dan gespeeld. In... waar zit het? Belgisch voetbalcentrum. Ik moet nog eventjes opzoeken waar ik bedoel. Ik vind dat op Facebook. Tubeke. Dat was het in Tubeke. Heb ik dus daar gedaan. En op Proximus Basecamp heb ik dus een medaille gekregen. Allee. We hebben die normaal op Proximus Basecamp gekregen, maar ik heb die later gekregen. Omdat we zijn niet naar die prijsdrang geweest, we zijn direct naar huis gereden. Met hele club zijn we direct naar huis gereden, dus ja, let's go. Ja, ik ga zo dadelijk douche pakken. En ja, dan ben ik weer fris voor vandaag, dus ja, let's fucking go. Oké, boys and girls, ik ben dus gedoucht. Ik heb een Ajax truitje aan. En mijn zwarte broek heb ik dus ook aan, dus ja, let's go. Ik ga zo dadelijk een luchtje kiezen dat ik ga aandoen. En ja, let's go. Ik ga nu eventjes naar mijn setupkamer, want daar staan mijn luchtjes. En let's fucking go. En voor luchtje gaan we dus voor de Veranti Homebrew Pro. Vandaag gaan we dus voor de Veranti Homebrew Pro. En let's go. Mijn luxe is op. En ja, let's go. Pikt wel een beetje, maar ja, let's fucking go. En het is nu dus. Ja, het is nu dus 7:15 s'avonds. En ja, eerste dag van de vlog zit erop. Dus ja, eerste dag van de vlog zit erop ongeveer. Oeh, ja, ik vind het echt blij voor het vlog. En ja, eerste dag van de vlog zit erop. En ja, morgen weer een nieuwe dag. En nieuwe dag, nieuwe kansen voor een extra trim, want dat is extra niet gelukt. Dus ja, let's go. See you guys morgen. En het is dus woensdagmorgen 7:50. En ja, let's go. Ja, blijven dus genieten van een chocomelkje. Dus ja, let's go. Oh, lekker. Maar ja, het is 7:50 en ik dacht FIFA te spelen, maar ja, de FIFA servers zijn eraan bezig, ze zijn onderuit aan het voeren op FIFA, dus kan ik niet echt FIFA spelen, dus wat moet ik dan doen, ik weet het niet. Oké, boys and girls, ik ben nu dus juist terug van de Kruidvat, hier op Piccoloplein. En ja, ik heb wat deel gaan halen, wat actie gaan halen. En ik heb €12,28 uitgegeven aan de Zanadeo. Eerst heb ik Axe Apollo 72 uur anti-sweat gekocht. Dan heb ik Axe Gold 72 uur anti-sweat. En dan heb ik twee draadbusjes. Ik zeg, ik ga deze meebrengen. Axe Mood Booster Vibes Vanilla Body Spray. Zo heb ik er 1 en 2. Wit hemp seed oil, dus ja,
dat ziet er wel iets nice uit. En dat heeft me dus voor de X Gold, dacht ik. Nee. De Bond deelspray, deze, was 5,99. En de draai was 6,29. Dus ja. Het is 12,28 afgegaan. Dus dat was 12,28. Totaal actiekosting 12,28. Dus ja. Eens even opdoen. Oh, ik schoon. Die ligt echt goed, lekker. Het is nu dus 12:36 en ja, let's go. Morgen komt mijn pakketje toe dat ik besteld heb op bol.com. Het komt op B-post, dus morgen vroeg heb ik het al ongeveer. Rond 10 uur zal ik het al hebben, denk ik, morgen vroeg. Ik ga eens mijn mail bekijken, want ik heb een mail gehad van B-post. En ja, ik ga eens zien of het al bij bol.com is. Ah, bij B-post is. Voorbereiding van je pakje. De afzender. Gewoon de B-post, de aflevering van je pakketje. Je pakketje wordt klaargemaakt, zou dragen. Pakketje in bewerking is bij B-post. Veranderde status, dan wordt je op de hoogte gebracht. Van de verwachte leverdatum. Dat is morgen normaal gezien. En ja. Dat is normaal gezien morgen dat het pakketje erdoor komt. Uiterlijk donderdag. Dus ik heb mijn Grey Camo controller besteld. En net hetzelfde als deze, maar wel Grey Camo. En ik ga hem morgen inboxen in de vlog. En ja, let's go. Oké, plans are changed. Ik dacht morgen dus die unboxing te doen. Maar als ik ga morgen snel een coronatestje doen. Want als ik corona negatief ben, vertrek ik morgen al naar Leuven. En dan ga ik dus pas in het weekend die unboxing doen. Maar dan ga ik morgen al een corona negatief ben naar Leuven vertrekken. Ik doe dat altijd. Allee, ik wil dat graag doen omdat ik dan weet. Corona of niet. Ik ga niet mijn grootouders aansteken. En dus ja, als ik corona negatief ben, ga ik morgen naar Leuven en ja, ik heb alles al klaargemaakt. Dan moest ik corona negatief zijn en gewoon hier de deur moet uitstappen. Alleen mijn spullen moet pakken, de deur moet uitstappen en naar Leuven trekken. En ja, ik heb een treinticket kopen en dat is that's it. Ik heb al drank gekocht ook, dus drank voor de trein heb ik al. Ik moet juist nog ontbijt gaan halen dan. Maar dat haal ik dan wel in Panos. In Antwerpen. Dus ja. Waarschijnlijk ga ik dan morgen ook eventjes met Sven een meetingsje doen. En ja, yeah, let's go. Waarschijnlijk ga ik dan ook morgen met Sven een meeting doen. Ik ga met Sven even meten. As you know, ja. Yeah. En ja, let's go. Sven komt dus ook waarschijnlijk nog eventjes in de vlog. En ja, let's go. Ik ga mijn camera wel niet meenemen naar de stad. Niet meenemen naar de dingen. Ik ga mijn camera niet meenemen naar het stadion, wil ik bedoelen. Maar ik ga mijn camera wel meenemen als ik met Sven ga spreken. Dus ja, let's fucking go. En ja, ik ben dus negatief, boys en girls. Het is dus ochtend. Het is ochtend, het is 7 uur gepasseerd. 7:22 en ja, ik ben dus negatief. En ja, let's go. Ja, ik ben negatief. Let's fucking go. Ik ga te beet naar de winkel en dan ga ik naar Leuven. Dus ja, let's go. En fast forward naar een paar uur later. Ik ben dus in Leuven gearriveerd en ja, let's go. Straks zie ik normaal gezien het zwemmen en ja, let's go. En nu zit ik dus aan het treinstation van Leuven.
Want om 8 na 2 komt Sven hier toe en let's go. 8 na 2 komt Sven hier toe en dan overtrekt ze zijn trein. I don't know nog waar, maar ja, let's go. Happy? Yes. You lose one time. Once. En ik ben dus net vertrokken met Sven en ja, echt een goede voermatch geweest en ja, let's go. Ik zie jullie guys zo dadelijk als ik ja in de avond. En goedemorgen, boys and girls, het is 20 van 7 in de ochtend en ja. Het is vrijdag en vandaag gaan we naar Oogangel tegen ze daar zien en ja, let's go. Ja, Oogangel straat, lekker. Ja, let's go. Oogangel straat, lekker om te gaan zien. Ja, ik ga nog eventjes wakker worden. Let's go. En nu ben ik dus gedoucht en ik heb mijn OSL outfit aan. Stanno shirt en mijn Adidas trainer. Dus ja, mijn Adidas trainingsbroek. Dus ja, let's go. Wij gaan straks om 8:15 naar OSL Serijn zien. Dus ja, let's go. Ik zit nu nog steeds in Leuven en ja, let's go. Ik zit hier tot zondagochtend, dus ja, let's fucking go. Yes! Om het prijskamer door te leggen. Ja. Naar WhatsApp. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.
Boys and girls, ik ben juist terug van de Noorgel en jullie hebben hiervoor de stukjes gezien van het stadion. 5-0 tegen RFC Seren. Ik ga nu stilletjes aan gaan slapen en ja, ik check jullie guys morgen vroeg. Ja. En goedemorgen boys and girls, het is 6:30, oh nee, 6:30. 7:55 in de ochtend zal ik het zeggen. 5:08 in de ochtend op een zaterdag. En de match gisteren heb ik. Oh, dat was een van de betere matches die ik gezien heb. De Jupiler Pro League, dus ja, let's go. Ja, let's fucking go. Wie gaat nu naar beneden? Gaat wel uit. Ik ga iets eten. En ja, let's fucking go. En ja, boys and girls, het is dus zaterdagavond. Ja, ik heb vandaag heel veel naar de voetbal gekeken. Dus ja, ik heb elke match gezien. Ik heb Manchester City gezien vandaag. Ik heb Liverpool gezien vandaag. Ik heb Zulte Waregem gezien vandaag. Ik heb Bayern gezien vandaag. Dus ja, allemaal goede matches geweest. En nu ga ik slapen. Zeg. Dus ja, let's go. En een goede morgen, boys and girls. Het is zaterdag. En ja, zondag bedoel ik. Wauw, niet zaterdag, maar zondag. Wauw, vandaag ga je terug naar huis en ja, let's go. Oké, boys and girls, we zijn nu dus aan Leuven station en ja, let's go. Leuven station, let's go. Dit is mijn favoriete station na Antwerpen Centraal. Dus ja, let's go. Ik zit er nu te wachten op de trein naar Antwerpen Berchem. Dus ja, let's go. En nu ben ik dus thuis en nu is dus het ding van het pakket waar ik al een hele week op aan het wachten ben. Alleen een hele week niet, maar ik wil al enkele dagen op aan het wachten ben. Om te kunnen unboxen, ga ik eindelijk unboxen, dus ja. Daar we gaan. Ik ben dan door in de zak. Dus dat gaan we meedoen. En hier is de controller, de Grey Camo. En ja, let's go. We gaan hem unboxen. Dat we niks kunnen maken. En de deur is de neus, dus ja. Hij gaat open. Wat zou er in zitten? Nog een doos. Oké, wat zit er in die doos? First impressions, ik ga eerst aan jullie laten zien. Oh. Wauw. Zo krijg je de controller dus uit de doos.
We gaan direct zien. Ja, zijn jullie. Ik ben nieuwsgierig. Wauw! Oh my god. Wauw, nieuwe controller. Oh, lekker. Ik wil veel meer gamen, dus ja, let's fucking go. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is altijd Dylan en vandaag was het dus vlog 66. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe vlog. You, bye bye. Yeah.